Ja, je zal wel denken, wat begint die vlog weer achterlijk. Hoi, Tines hier. Wat ga ik doen? Ik ga vandaag naar Jochem. Of vandaag, vanmiddag. Het is ondertussen 4:10. Ik moest eigenlijk 4:00 zijn, maar ik had het toch zo druk vandaag met onder andere Chickstart. Want de kaartverkoop is begonnen. Als jullie dit kijken, dit was vorige week zaterdag. Dus de kaartverkoop is begonnen. En daarnaast moest ik voor Live Life Course nog een video doen. Daar was het vrijdag weer niet van gekomen. Die ging over mijn haarroutine. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb Jochem ook beloofd volgens mij in... Wanneer was dat? April, mei? Dat ik zijn fashion show zou presenteren. Dus dat ga ik nu doen. Heel erg tof. Zijn kledinglijn is eigenlijk helemaal zwart. Hij is eigenlijk gewoon... Ja, dat vind ik echt zo tof dat hij dat doet. Gewoon altijd helemaal zwart. Ik vind het ook heel slim. Omdat heel veel vrouwen toch wel zwart dragen. Ik ben zelf ook wel een liefhebber van zwart. Ik heb dus echt niet zo dat helemaal kledingkast ermee vol hangt. Maar ik vind zwart wel heel kek. Dus ik heb wat alleen maar zwarte items aan nu. Oh. En toen vielen jullie om. Sorry jongens. Ik neem even de rotonde. En dan gaan we weer verder. Zo, hebben jullie even lekker genoten van het uitzicht. Anyway, ik ga nu naartoe. Ik ga lekker achter de schermen filmen. Ik ben nog even aan het verzinnen wat ik ga zeggen natuurlijk. Want ik moet het allemaal aankondigen en de avond een beetje aan elkaar praten. Het is in de Aakerk, super toffe locatie in Groningenstad. Ja, en ik ben echt heel trots op Jochem. Want ik vind het zo knap dat je dan zo jong bent en dat gewoon al neerzet. Ik bedoel, het is best wel spannend om gewoon risico's te nemen in het leven, weet je wel. En dingen neer te zetten waarvan je, ja, wat gewoon echt van jou is. Gewoon jouw eigen creatie. Dat heb ik ook een beetje met Chickstart. Dat ik denk van wow, weet je wel, dat is nu de wijde wereld in. En ik kan me zo voorstellen dat Jochem dat ook heeft met zijn kledinglijn. Dat hij denkt zo, nu gaat iedereen kijken naar mijn creaties en iedereen heeft daar ook een mening over. Het lijkt mij ook heel spannend. Dus ja, ik kan niet wachten om zijn kleding te zien. Ik ben heel erg benieuwd. Het heet My Fashion Army. Dus het is echt één leger van stoere vrouwen in het zwart. Ik ben er nou veel gezweet. Maar dan moet je ook nog goed terug. Okay. Slechts dik een half uur te laat, maar goed, whatever. We zijn er. Dit is het hectisch centrum. Jochem, hoe voel je je? Verschrikkelijk. Ja, je bent zenuwachtig, ja. Hè? Maar het komt helemaal goed. Het komt goed, ja. Ik geloof in jou. Ja. Kijk, en hier wordt op de foto gezet voor later. Gaaf man, deze locatie. Kijk dan. Wow! En dit is mijn personalized shirtjes. Die ga ik nu even aantrekken. Ik sta er even totaal niet interessant te doen met mijn oortje. Wat een ding. Die moet ik altijd meeslepen volgens mij om contact te houden. Ik hoop dat dit lukt. Dit is wel serious business. En we hebben hier live view, dus we kunnen hier de modellen zien lopen. Wauw, Jochem heeft echt iets waanzinnigs neergezet, hè? En nu in één keer komt onze blogger, die komt op, Martine komt op en die gaat even aankondigen. Man van de geluid, vind jullie, is dit hier eraf? Heb je hem al aan, als je hem aanzet? Ja. Oké, okay, cool. Oké, komt hier.
voorbij. Dat gaat echt zo belachelijk snel. Hey, hoe vonden jullie het? Hoe ging het? Top. Ja, heel super leuk. Ja, hè? Ja. Ja, ik vond het echt super snel gaan. Ik vond het wel een praatje doen. Toen ging ik zitten en dacht ik, wat heb ik gezegd? Hadden jullie dat ook nou na het loopje? Ik was zo na te denken van, liep ik wel goed? Want het ging zo snel. Ja, ging zo snel. Ja, heel nou, ze hebben het echt super gedaan. Je hebt het allemaal kunnen zien. Dus, echt tof. Zeker. Dankjewel. Ik ben bij de kleding aan het kijken. En wauw, wat een mooie kwaliteit kleding, zeg. Maakt toch gewoon. En serieus, 45 euro, dat is echt niet duur. Dit soort dingen hebben ze bij Vanilljaren betaald echt gerust over de 100 euro voor. Echt gaaf. En dit is een van die jasjes die ik echt zo gaaf vond. Echt, wauw, heel tof. En hoe duur is dit? Serieus, 50 euro, dat is echt geen geld. Ja, iedereen vindt het jasje mooi, hè? Ja, dat is echt een goeie. Jochem, ik vond het echt super, man. Dank je. Hoe vond je het zelf? Ja, goed gaan. Ik moet zelf natuurlijk wel nog een beetje bijkomen. En ik wil straks zien in mijn filmpjes al wat er is gebeurd. Dus ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, ik vind serieus, hij is 18. Ik bedoel, hij volgt zijn dromen. Als er iemand een inspiratiebron is, ook voor mij, dan is echt Jochem het wel. Je hebt echt super gedaan. En zijn kleding. Wat die kleding, man, dat is echt waanzinnig. Hartstikke leuk. Echt super cool. Echt, de kleding ga je echt wel een keer terugzien op Toewimmen of zo. Echt top. Wow, je ziet bijna geen reet. Ja, een beetje. Ik ga de vlog afsluiten. Het was waanzinnig. Jochem, nogmaals, ik weet dat je dat ziet in alle modellen waarschijnlijk ook. Jullie hebben het allemaal fantastisch gedaan. En Jochem, nogmaals, ik ben zo trots op je. Ik ben heel blij dat ik nog wat heb weten te kopen. Want het ging echt heel snel. Ik heb een hele mooie zilverkleurige cape gekocht. Ik zag die ook tijdens de modeshow. Toen dacht ik, my god, die wil ik. Dus die heb ik gekocht. Heel tof. En ook een leuk aandenken voor mezelf ook nog. Leuke avond. Ook heel veel lieve complimentjes gekregen van heel veel mensen. Dat ik het heel leuk heb gepresenteerd. Dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Ik heb nu knetterveel honger en dorst. Je wilt niet geloven. Maar het is ondertussen al 11:45 of zo. Ik denk toch echt dat het een mekkie wordt. En eerlijk gezegd kan het echt geen bal schelen. Ik vind dat ik het verdiend heb. Ik heb echt veel gelopen en gestaan en gedaan vandaag. Dus ik ga dat lekker even doen. En dan sluit ik de vlog af. Leuk dat je weer keek naar deze vlog. En tot de volgende keer. Doeg!